In deze video zal ik jullie uitleggen hoe je kan omgaan met naïef relativisme en naïef scepticisme van leerlingen in de klas. Het kan daarbij gaan over leerlingen van het secundair onderwijs, maar even goed over studenten in het hoger onderwijs, of bij uitbreiding zelfs over een groep volwassenen waarmee je werkt. Wat is het probleem in verband met het naïef scepticisme of naïef relativisme precies? Stel dat je in de klas een discussie houdt over de vraag of een dictatuur beter is of een democratie en de leerlingen argumenteren dat een dictatoriaal regime misschien beter is voor de niet-Westerse culturen en dat een democratie beter is voor de Westerse culturen. Of stel dat een van de leerlingen in een les de uitspraak doet dat homoseksualiteit verwerpelijk is en de andere leerlingen zijn het daar eigenlijk niet mee eens, maar reageren daar niet op, omdat, zeggen ze, iedereen zijn eigen mening heeft en je waarden niet aan elkaar mag opleggen. Of stel dat het in een wetenschapsles gaat over de klimaatopwarming en leerlingen zeggen dat ze die theorieën van die wetenschappers helemaal niet geloven, omdat we eigenlijk toch niet weten wat de waarheid is. Als leerlingen dergelijke uitspraken doen, hoe kan je daar dan precies mee omgaan? En wat volgt zal ik jullie eerst uitleggen wat naïef relativisme of scepticisme precies is, vervolgens waarom leerlingen soms dergelijke uitspraken doen, ook waarom dat problematisch is en tenslotte welke strategieën er zijn om als leraar met dergelijke uitspraken om te gaan. Er zijn sinds de jaren tachtig een aantal studies verschenen over het fenomeen van het naïef relativisme en naïef scepticisme, en die zijn meestal geschreven door academische filosofen, die ook soms vakdidactici zijn. Deze geven ook meestal les, ofwel in het secundair onderwijs ofwel in het universitair onderwijs. En vandaar schrijven ze die artikels vaak gewoon vanuit hun eigen ervaring. van Wat zeggen leerlingen in de klas? Welke strategieën heb ik uitgeprobeerd en welke strategieën werken? Een artikel van een Duitse vakdidacticus, Anne Boerkart steunt ook op bevraging onder leerkrachten. In die studies wordt naïef relativisme omschreven als een uitdaging voor de leraar. Voor alle leraren kan het een uitdaging zijn, maar zeker voor de leraar filosofie en ethiek. We zien in de literatuur dat de begrippen naïef scepticisme, naïef relativisme of leerlingenrelativisme door elkaar gebruikt worden als synoniemen. In de filosofie zijn scepticisme en relativisme verschillende visies, maar hier en wat ik zal vertellen over het naïef scepticisme en relativisme zal ik die als men of meer synoniem gebruiken zoals ook in de literatuur het geval is. Wat is naïef relativisme of scepticisme precies? Als er een klasdiscussie is of een gesprek in de klas, hoor je vaak uitspraken van leerlingen als iedereen heeft zijn eigen waarden of zijn eigen opvattingen of zijn eigen gevoelens. Of ja, morele, ethische principes, die zijn niet universeel, die zijn relatief. Of ik heb mijn mening en jij hebt jouw mening, we weten niet wat er waar is. Of ja, wie zal het zeggen? Of wie weet er wat waar is of niet waar is? Of we mogen geen waarden aan elkaar opleggen. Of er is niets echt waar of onwaar, juist of fout, goed of slecht. Fister, op wie ik mij veel gebaseerd heb in wat ik zal vertellen, die omschrijft naïef relativisme als ja, het lijkt te gaan om tamelijk verschillende soorten van relativisme, subjectivisme en scepticisme over waarheid, kennis, betekenis en moraliteit. Je ziet hier dus ook al de verwijzing naar zowel relativisme als scepticisme in die omschrijving. De meeste auteurs wijzen er ook op dat dat naïef relativisme persistent is. Het is heel hardnekkig. Zelfs als leerlingen in een les tot het inzicht gekomen zijn dat ze het relativisme eigenlijk geen goede visie vinden, dan zullen ze toch vaak in de volgende lessen terugvallen op relativistische uitspraken. Het naïef relativisme is geen filosofisch relativisme. Wat is het filosofie scepticisme en relativisme precies? Ik breng dat even in herinnering. Het scepticisme is de visie dat waarheid niet bestaat of dat waarheid onkenbaar is. Het relativisme is de visie dat waarheid relatief is. Dat kan zijn waarheid is afhankelijk van een persoon, dan komen we tot het subjectivisme. Dat is de relativistische visie die zegt dat opvattingen eigenlijk gewoon subjectieve voorkeuren uitdrukken. Of het kan ook gaan om de opvatting dat waarheid afhankelijk is van een sociale groep, van een cultuur, van een tijd of van een plaats. Als we dan kijken naar wat moreel relativisme is, dat is een meta-ethische opvatting die zegt dat er niet één uniek correcte set van normen en waarden is die voor iedereen, altijd en overal geldt. Nee, die waarden en normen zijn afhankelijk van de persoon, cultuur, tijd en of plaats. Een relativist zou dus bijvoorbeeld kunnen zeggen dat uh, slavernij nu in onze cultuur slecht is, maar dat het in de oudheid goed was. Of een relativist zou kunnen zeggen dat polygamie in de westerse maatschappij slecht is, maar in andere maatschappijen misschien goed is. Tegengesteld aan het relativisme is het objectivisme of het universalisme. Dat is de opvatting dat er wel één. Waarheid is ofwel één unieke set van normen en waarden die voor iedereen altijd en overal geldt. Het filosofisch scepticisme en relativisme is een goed beargumenteerde visie. Daar worden degelijke argumenten voor gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het uh, twijfelexperiment van Descartes. Dat is niet het geval voor het naïef relativisme. Dus het naïef relativisme kunnen we niet als een filosofische positie zien, omdat de argumenten die daar gegeven zijn onvoldoende zijn of niet goed doordacht zijn. De visie kadert niet in een bredere filosofische opvatting. De naïef relativistische uitspraken starten niet van een filosofische probleemstelling of vraag. Eigenlijk zijn ze zelfs soms gericht op het ontwijken van vragen, dat in tegenstelling tot de filosofie die uitgaat van een bepaalde probleemstelling of van een bepaalde vraag. Dat naïef relativisme gaat ook niet uit van een diep begrip over de waarde, het belang, het wezen van wat waarheid is, terwijl in de filosofie de vraag naar wat waarheid precies is eigenlijk heel belangrijk is. Als dat naïef relativisme geen filosofische positie is, wat is het dan wel? Sommige auteurs zeggen dat het een onbereflecteerde attitude is. Het is dus eerder een houding. En veel auteurs beschrijven dat naïef relativisme als iets wat niet alleen cognitieve aspecten heeft, maar ook affectieve aspecten. Bijvoorbeeld een manier om om te gaan met onzekerheid, bepaalde verdedigingsmechanismen die in werking schieten. Daarover straks meer. Of er zit een bepaalde houding achter, bijvoorbeeld een houding van tolerantie of een houding van zich wel een afkeren van autoriteit. Daarover ook straks meer. Veel auteurs beschrijven het ook als een filosofisch preconcept, dat wil zeggen een soort spontane, alledaagse opvatting of voorstelling die we hebben over bepaalde filosofische kwesties, los van wat iemand in een filosofieles zou geleerd hebben. Dus een filosofisch preconcept gaat eigenlijk vooraf aan het filosofisch reflecteren over iets, is nog eerder onbereflecteerd of weinig bereflecteerd. Nu, in veel wetenschappelijke disciplines is het zo dat je van een, van een preconcept kan zeggen dat het fout is. Nu, bijvoorbeeld in de aardrijkskunde, als lagere schoolkinderen denken dat de aarde een platte schijf is, dan is het duidelijk dat dat een fout preconcept is en dat het de taak van de leerkracht is om dat fout preconcept te vervangen. Om leerlingen tot het inzicht te brengen dat ze ja, een andere opvatting moeten aanhangen. Dat is niet het geval bij filosofische preconcepten. Daar kan je niet zo duidelijk zeggen die preconcepten zijn fout en moeten dus vernietigd worden en vervangen worden door een ander concept. Nee. De meeste filosofische preconcepten, ook het relativisme, het scepticisme of bijvoorbeeld de opvatting dat geluk vooral in genot zit, dat zijn ook opvattingen die door filosofen verdedigd worden met sterke argumenten. Dus ik kan niet zomaar zeggen het filosofisch preconcept van het relativisme of scepticisme is fout en moet vervangen worden. Nee. Wat kan je dan wel wensen, dat is dat leerlingen erover gaan reflecteren. Dat ze dus niet in die naïviteit blijven steken, maar dat ze er verder over nadenken. De leraar streeft dan wel naar een vorm van conceptuele verandering. Maar dat is geen conceptuele verandering die erin bestaat om een fout preconcept te vervangen door een juist. Nee, het gaat eerder om het uh, verfijnen van een aanwezig preconcept. Het zou kunnen zijn dat een leraar het naïef relativisme omzet in een filosofisch begrip van het relativisme. En ook wat de leraar zal doen is eigenlijk aanvullen, uh, vervolledigen door andere visies aan te bieden. Dus de leraar kan tegenover het uh, relativisme ook. De theorie van het universalisme aanbieden, zodanig dat leerlingen weten dat er ook andere opties zijn naast het relativisme. Waarover doen leerlingen precies naïef relativistische uitspraken? Meestal gaat het over controversiële onderwerpen, onderwerpen waarover er in onze maatschappij oneenigheid is, zoals euthanasie. De rol van religieuze kentekenen in de publieke ruimte of bij een openbaar ambt of uh, migratie. Meestal onderwerpen waarbij er ook een normatief oordeel ingesloten zit. Dus vaak vinden we naïef-relativistische uitspraken en lessen over politiek, burgerschap, levensbeschouwing, religie, filosofie of. Moraal. maar ook in andere domeinen kunnen we dergelijke uitspraken terugvinden, zeker als die domeinen ook normatieve uitspraken gaan doen of normatieve kwesties aankaarten. Bijvoorbeeld in een les natuurwetenschappen, een les biologie of aardrijkskunde, waar het gaat over de klimaatopwarming, een vermindering van biodiversiteit en de vraag naar boven komt, moeten we onze ecologische voetafdruk proberen te verminderen. Of in les geschiedenis waar het gaat over migratie in het verleden en de kwestie aan bod komt van wat met migratie in onze tijd. We zien dat er in andere wetenschapsdomeinen ook naïeve relativistische uitspraken voorkomen op basis van het feit dat de meeste wetenschappen het onderling oneens zijn over bepaalde beginselen of theorieën. Je hebt bijvoorbeeld verschillende theorieën om een historische analyse te maken, verschillende principes binnen de economie, verschillende kunsttheorieën. En als een gevolg daarvan gaan sommige leerlingen zeggen van ja, eigenlijk is geen enkele theorie juist vanuit die oneenigheid onder wetenschappers. En een stap verder is dat leerlingen eigenlijk gewoon helemaal sceptisch zijn tegenover wetenschappelijke kennis, tegenover de aard van wetenschappelijke uh, evidentie. Dus ze gaan eigenlijk in vraag stellen of we wel tot wetenschappelijke kennis kunnen komen. Waarom doen leerlingen naïef relativistische uitspraken en waarom is dat problematisch? Eerst geef ik enkele algemene redenen waarom leerlingen naïef relativistische uitspraken doen en vervolgens spits ik het toe op de filosofie. In het algemeen worden naïef-relativistische uitspraken soms gezien als een verdedigingsmechanisme. Een verdedigingsmechanisme omdat leerlingen soms niet graag argumenten geven voor hun opvattingen, omdat ze niet graag hebben dat hun opvatting bekritiseerd wordt. En ook omdat ze, wanneer ze geïntroduceerd worden in een nieuwe discipline, vaak het gevoel hebben dat hun identiteit verloren gaat of dat ze zich onzeker voelen. Hoe gaat dat in zijn werk? Als ze ingeleid worden in een nieuwe discipline, bijvoorbeeld de filosofie, dan leren ze allerlei sleutelconcepten kennen. In het geval van de filosofie bijvoorbeeld waarheid. En die introductie en in sleutelconcepten brengt met zich mee dat hun wereldbeeld in vraag gesteld wordt, getransformeerd wordt. En dat kan leiden tot een verlies aan identiteit of tot een onveiligheids-onzekerheidsgevoel. En om dat te vermijden, kunnen leerlingen dan zeggen, ja, als er toch niet één absolute waarheid is, dan blijf ik gewoon bij mijn bestaande mening. Dan moeten ze eigenlijk dat bestaande wereldbeeld niet herzien. Dat is een verdedigingsmechanisme. Een andere reden is dat er een psychologisch verband zou zijn tussen tolerantie en relativisme. Tolerantie is een mogelijke verklaring voor relativisme. Een tolerante attitude aannemen, openstaan voor diversiteit, dat wordt in onze pluralistische democratische maatschappij heel positief gewaardeerd. Vandaar dat er zelfs leerlingen zijn die een tolerante attitude blijven aannemen ten opzichte van bepaalde gedachten, uitspraken die ze weer zijn wekkend vinden. Omgekeerd is relativisme dan ook weer een verklaring voor tolerantie. Als je ervan uitgaat dat er niet één absolute waarheid is. Dan is het gemakkelijk om een tolerante attitude aan te nemen. Verder wordt een relativistische positie soms gelijkgesteld aan een tolerante attitude. En van daaruit kunnen we dan zeggen dat het misschien niet zo irrationeel is dat er leerlingen zijn die enerzijds wel zeggen dat er toch uitspraken zijn die absoluut waar zijn, maar tegelijk nog relativistische uitspraken blijven doen. Het gaat eigenlijk gewoon om een attitude die ze aannemen. Een andere reden waarom leerlingen relativistische uitspraken doen, is dat ze graag ingaan tegen autoriteit. Dat hoort wat bij de leeftijd van de adolescentie. Ze houden zich niet graag aan allerlei regels die door een externe autoriteit soms zonder rechtvaardiging worden opgelegd. Dat belemmert hun gevoel van vrijheid, hun gevoel van persoonlijke ontwikkeling, zoeken naar een identiteit, zoeken naar eigen waarden. Verder kunnen we eigenlijk ook zeggen dat het relativisme in onze westerse maatschappij gewoon in de lucht hangt. Het is als het ware de impliciete context van alle morele discussies. We kunnen dat verbinden met het um, vrije marktdenken dat bepaalde persoonlijke voorkeuren niet mogen bekritiseerd worden. We kunnen dat verbinden met het moreel pluralisme. Het goed is dat mensen verschillende opvattingen hebben. We kunnen dat ook verbinden met een soort anti-intellectualisme. En we kunnen dat ook verbinden met het feit dat de multiculturele samenleving als iets positiefs gezien wordt. Dat we eigenlijk andere culturen, andere opvattingen positief moeten waarderen. Daarnaast is er ook een verklaring voor die relativistische uitspraken vanuit de ontwikkelingspsychologie, waar ik straks op zal ingaan. Specifiek dan voor de filosofie zien we dat er bepaalde moderne ethische theorieën zijn die eigenlijk botsen met de jongeren, die de jongeren eigenlijk niet zo aangenaam vinden omdat ze ze als een bedreiging zien voor hun vrijheid. Theorieën zoals het utilitarisme die eigenlijk wel heel strenge normen hebben, zien de leerlingen eigenlijk als iets wat leidt tot zelfnegatie en wat, hen, wat van hen eigenlijk verwacht dat ze morele heiligen worden. We kunnen ook verwijzen naar hoe inleidende filosofielessen zijn opgebouwd, zowel qua inhoud als qua structuur. Uh, meestal bestaan inleidende filosofielessen uit een overzicht van verschillende plausibele visies. De een na de ander, vaak niet heel diepgaand of niet heel moeilijk uitgewerkt. Er wordt een visie voorgesteld, argumenten voor en tegen, volgende visie, argumenten voor en tegen, volgende visie enzovoort. De doelstelling daarbij is dat leerlingen zelf een visie leren ontwikkelen, dat leerlingen ook veel verschillende opvattingen leren kennen. Maar een nadeel is misschien dat het kan leiden tot relativistische denkbeelden, dat leerlingen denken van ja, er is eigenlijk geen enkele overtuiging echt goed of echt slecht, fout of juist, de filosofen weten het zelf niet. Een andere verklaring voor relativistische uitspraken zijn de filosofische gesprekken of de Socratische gesprekken die in de klas gevoerd worden. Daar zal de leraar zelf vaak een neutrale positie aannemen en geen bepaald standpunt verdedigen. Dat zal eigenlijk niet tussenkomen in de inhoud, de opvattingen van de verschillende leerlingen, de inbreng van de verschillende leerlingen. Die worden eigenlijk op gelijke wijze behandeld. Dus um, wat een leerling ook zegt, dat wordt op een positieve manier behandeld in filosofische gesprekken. Of meestal toch? Dat is niet altijd het geval. En dat zou kunnen leiden tot het idee bij leerlingen dat eigenlijk opvattingen gewoon een uitdrukking zijn van subjectieve voorkeuren. Typisch voor de filosofie is ook dat uh, vooronderstellingen op allerlei domeinen bevraagd worden en de leerlingen gaan dat dan zelf ook toepassen op de filosofie. Op de filosofie die een zoektocht is naar waarheid en zo. Uh, en vraag stellen of er wel zoiets als waarheid bestaat en of de filosofie wel tot waarheid kan komen. Dan iets over de ontwikkelingspsychologie, die verklaart waarom leerlingen vaak in de adolescentie tot uh, relativistische, sceptische gedachten komen. Uh, Pfister, dat is een belangrijk auteur over dat relativisme, die zegt dat een van de preconcepten achter het naïef relativisme van epistemische aard is. Dat is het preconcept dat kennis altijd objectief is, absoluut is, zeker is, onbetwijfelbaar is. Hoe ontwikkelen die epistemische opvattingen zich door het leven van een kind en jongere? Stap nul is het naïef realisme of absolutisme bij kleuters en um, leerlingen van begin lagere schoolleeftijd. Die zien eigenlijk hun eigen perspectief als iets wat correct is, wat zeker is. Dat is kennis die objectief is, absoluut is. Zij zien dus kennis niet als iets wat geconstrueerd wordt of al wat relatief is. Ze zien kennis ook als een soort kopie van de werkelijkheid. Kennis is eigenlijk rechtstreeks verbonden met de werkelijkheid, met de realiteit. Een volgende stap is dan het verdedigd realisme. Kinderen worden geconfronteerd met allerlei tegenstrijdige kennisclaims. Ze zien dat er zelfs op basis van dezelfde informatie tegenstrijdige zaken gezegd worden en ze gaan een verdedigingsstrategie ontwikkelen. Ze maken een onderscheid tussen feit en mening. En alles wat onder tegenstrijdige kennisclaims valt, dat zien ze als mening, als iets wat subjectief is, wat te maken heeft met persoonlijke voorkeur. In het tweede stadium, meestal rond de vroege adolescentie, zitten we in het stadium van de scepticisme, dogmatisme as. Dat is een stadium dat zich pas kan voordoen als leerlingen formele operaties kunnen uitvoeren zoals uh, veralgemenen. Ze zien dat dat aantal tegenstrijdige kennisclaims in hun omgeving stijgt en stijgt. En vanuit al die verschillende individuele tegenstrijdige kennisclaims doen ze een veralgemenende uitspraak of Maken ze een veralgemenende gedachte dat alle kennis, wat objectief is, verandert in een mening, wat subjectief is? Omdat nu alle kennis eigenlijk tot mening is geworden, nemen ze hun toevlucht ofwel tot scepticisme en relativisme, ofwel tot dogmatisme. Bij dat dogmatisme gaan ze ervan uit dat er een autoriteit is die wel kennis heeft. Ze maken bijvoorbeeld een geloofsprong naar een religieuze autoriteit. Of ze gaan terugvallen op een scientistische visie. Leerlingen maken vaak een sprong van scepticisme naar dogmatisme en terug, dus die fasen kunnen afwisselen. Psychologen zeggen dat het eigenlijk goed is dat leerlingen kennis relativeren, dat ze het onderscheid maken tussen subjectief en objectief, omdat dat belangrijk is om een juist beeld te krijgen van de werkelijkheid. Tegelijk wij Wijzen ze erop dat het kan leiden tot een soort epistemische onzekerheid? Als je ervan uitgaat dat iedereen gewoon individuele perspectieven heeft en dat er niet één waarheid is, dan kan dat leiden tot een soort onzekerheid en een soort epistemische eenzaamheid ook. In een derde fase dan, die van het post-sceptisch rationalisme, die we terugvinden in de late adolescentie of de jongvolwassenheid. Gaan leerlingen wel echt waarheidsclaims doen? Gaan ze zich aan een bepaalde overtuiging binden? En gaan ze zoeken naar rationele redenen voor een rechtvaardiging van een bepaalde overtuiging? Van een overtuiging die zij verkiezen boven een andere overtuiging. Ze zijn zich ervan bewust dat er verschillende plausibele overtuigingen zijn, maar toch binden ze zich aan één bepaalde overtuiging en proberen ze die te rechtvaardigen. In de klas kunnen leerlingen in die verschillende fases zitten. Er kunnen leerlingen in fase 1 of fase 2 of fase 3 zitten. Dus vandaar dat je leerlingen op een verschillende manier zal moeten benaderen en ook misschien verschillende strategieën zal moeten inzetten om met dat naïef relativisme om te gaan. Waarom is naïef relativisme problematisch? Je zou kunnen zeggen dat leerlingen doen die uitspraak, we laten dat gewoon zo. Waarom vinden we het belangrijk om strategieën in te zetten om daarmee om te gaan? Als leerlingen ervan uitgaan dat er geen waarheid is of dat iedereen gewoon zijn eigen mening heeft, wat is dan nog de zin van filosofie? De zoektocht naar waarheid en van filosofielessen. Als je kijkt naar de filosofische gesprekken. Waar zit nog de geloofwaardigheid en het doel van die filosofische gesprekken als iedereen toch gewoon zijn eigen individuele waarheid heeft? Denk aan de uitspraak: De gustibus et coloribus non disputandum est. Als alles eigenlijk een kwestie wordt van persoonlijke voorkeur, van geuren, kleuren, smaken, dan moet er misschien niet meer gediscussieerd worden, dan moet er geen gesprek meer gevoerd worden. Leerlingen hebben ook de neiging om minder te participeren aan filosofische gesprekken als ze uitgaan van het relativisme. Vanuit een houding van tolerantie denken ze soms dat het eigenlijk niet hoort om in te gaan tegen de opvatting van iemand anders. Relativistische opmerkingen doorbreken ook de flow van het gesprek. Stel dat je helemaal verwikkeld zit in een gesprek over de aanvaardbaarheid van euthanasie en een leerling komt met een relativistische af uh, uitspraak. Dan doorbreekt dat de vloeiende loop van het gesprek. Daarnaast kan het ook problematisch zijn dat leerlingen vanuit het relativisme hun kritische vermogens niet meer gebruiken. Ze gebruiken die niet met betrekking tot sleutelconcepten in een bepaald domein, bijvoorbeeld waarheid en de filosofie. Ze gebruiken die niet meer met betrekking tot hun kennis over de wereld. En in het domein van het morele kan het zelfs hun moreel oordeelsvermogen verhinderen. Daarnaast zien we ook dat vaak de universele tolerantie tegenover anderen samengaat met een dogmatisme op privévlak. Eens leerlingen waarden of ideeën hebben gevonden waar ze zich mee kunnen vereenzelvigen, zijn ze soms niet meer bereid om kritiek te aanvaarden daarop of om die met argumenten te verdedigen. En tenslotte is er die epistemische eenzaamheid. Als er allemaal individuele perspectieven naast elkaar bestaan, dan kan het zijn dat leerlingen zich eenzaam voelen, terwijl ze aan die leeftijd misschien wel uh, nood hebben aan verbondenheid. Een opmerking als we kijken naar waarom leerlingen uh, relativistische uitspraken doen en waarom die problematisch zijn, is dat het soms in de literatuur niet duidelijk is wat precies oorzaak is en wat precies effect is. Bijvoorbeeld het feit dat leerlingen niet bereid zijn om argumenten te geven, wordt soms vermeld als oorzaak van naïef relativisme, maar het wordt soms ook aangeduid als een van de effecten van naïef relativisme. Welke strategieën kan je nu gebruiken om om te gaan met naïef relativistische uitspraken van leerlingen? Even in herinnering brengen dat het niet de bedoeling is om het naïef of de relativistische ideeën zomaar te weerleggen. Het is eerder de bedoeling om leerlingen aan te zetten tot kritische reflectie, zodanig dat ze die relativistische ideeën eventueel kunnen verfijnen, nuanceren of kunnen aanvullen met andere ideeën of eventueel tot een totaal andere visie komen, bijvoorbeeld die van het universalisme. Een eerste strategie, dat is ook de traditionele strategie, die bestaat erin dat het filosofisch relativisme wordt uitgelegd en ook weerlegd. Een traditionele weerlegging van het filosofisch relativisme, dat is zeggen dat het relativisme eigenlijk contradictorisch is. Een uitspraak als alle waarheid is relatief, dat is een absolute uitspraak. Maar als het relativisme waar is... Dan is die uitspraak tegelijk ook relatief. Dus absoluut en relatief een contradictie. Nu, die traditionele strategie tegen het naïeve relativisme stoot op een aantal bezwaren en is eigenlijk ook de minst vruchtbare strategie. Een fundamenteel bezwaar is dat je kan afvragen of de leerlingen hier niet gemanipuleerd worden. Het relativisme is een filosofische stroming die met goede argumenten onderbouwd is. De leerlingen ervan proberen te overtuigen dat het filosofisch relativisme fout is. Dat zou je kunnen zien als manipulatie. Het gaat in tegen een van de fundamentele didactische principes binnen de vakdidactiek filosofie, namelijk dat je als controversieel moet onderwijzen wat binnen de filosofie controversieel is. Het relativisme is Controversieel als theorie, dus je moet het eigenlijk ook op een controversiële manier onderwijzen. Je kan niet zomaar zeggen: het relativisme is fout. Die strategie van het filosofisch relativisme te weerleggen is ook nog om een andere reden niet de meest aangewezen strategie. Het blijkt niet zo'n effectieve strategie te zijn. Leerlingen missen de conceptuele kennis vaak om dat filosofisch relativisme helemaal te begrijpen en ook die weerleggingen te bevatten. Ze zijn soms ook niet overtuigd door de rationele argumenten die gegeven worden, precies omdat dat naïef relativisme ook samenhangt met emotionele en attitudinale aspecten, met die tolerantie bijvoorbeeld, die zo belangrijk is. Leerlingen kunnen. Die weerlegging van het filosofische relativisme ook soms beleven als een persoonlijke aanval. En van daaruit eigenlijk terugplooien op zichzelf en die relativistische positie net harder verdedigen. Een alternatief wat wel vruchtbaarder is, dat is leerlingen zelf argumenten tegen het relativisme laten zoeken. Een tweede strategie. Uh, om het naïef relativisme bespreekbaar te maken in de klas, dat is dat de leraar als rolmodel in een filosofisch gesprek een moreel standpunt verdedigt. Een standpunt waar de leraar zelf achter staat, bijvoorbeeld dat de doodstraf altijd slecht is. De leraar staat dan open voor kritiek van de leerlingen, laat de leerlingen ook kritiek geven, maar blijft het standpunt verdedigen. Zodanig dat leerlingen zien dat er misschien toch nog wel zoiets is als een waarheid misschien. Een andere optie is dat je leerlingen verschillende visies met betrekking tot een bepaalde filosofische kwestie laat evalueren, zodanig dat leerlingen eigenlijk zelf een duidelijke positie moeten innemen ten opzichte van bepaalde visies. Of je laat hen een paper schrijven waarin ze een bepaald standpunt verdedigen. Daaruit zullen ze waarschijnlijk afleiden dat niet alle standpunten even goed zijn, dat het ene standpunt toch beter te verdedigen is dan een ander. En op basis van die strategieën kunnen ze filosofie zien als een vruchtbare onderneming. In een derde strategie voeren de leerlingen onderling een filosofisch gesprek over een morele kwestie, zodanig dat ze inzicht krijgen in hun eigen morele denken en in het morele denken van andere leerlingen. En zodanig dat ze ook ervaren, zoals bij de vorige strategie, dat niet alle antwoorden even goed zijn. Dat in dat filosofisch gesprek wel blijkt dat sommige antwoorden beter zijn dan andere. Dat is eigenlijk ook een manier om te counteren wat daarnet aan bod kwam in verband met het filosofisch gesprek, dat leerkrachten soms alle antwoorden als even goed uh, behandelen. Dat moet niet. Als leerlingen een antwoord geven dat slecht beargumenteerd is, dat niet onderbouwd is, dan mogen leerkrachten aangeven dat dat uh, niet zo'n goed antwoord is en kunnen ze doorvragen naar uh, betere argumenten. Een vierde strategie bestaat erin om de leerlingen ertoe te brengen van in te zien dat er misschien wel een universele waarheid en universele waarden zijn. Hierbij moeten we meteen opmerken dat dat uitgaat van een bepaalde filosofische stelling, die van het universalisme, of toch universalisme met betrekking tot een bepaald domein, dat er ergens wel iets van universele waarheid en waarden zijn en dat dat dus op zich ook weer een betwijfelbare filosofische stelling is. Hoe gaat die strategie in zijn werk? Leerlingen worden geconfronteerd met morele uitspraken die heel duidelijk juist zijn. Bijvoorbeeld een onvrijwillige dood door verhongering is slecht. We kunnen aannemen dat de meeste mensen het daarmee eens zullen zijn. Of ze worden geconfronteerd met morele principes die volgens de meeste mensen juist zijn. Bijvoorbeeld het principe dat we gelijke gevallen gelijk moeten behandelen. Of ze worden geconfronteerd met bepaalde uitspraken die duidelijk fout zijn waar de meeste mensen van vinden dat ze fout zijn, bijvoorbeeld racistische of homofobe uitspraken. En de bedoeling is dan dat de leerlingen vanuit die uitspraken komen tot ja, misschien het inzicht dat er zoiets is als een universele waarheid, universele waarden, als het niet is op alle vlakken, dan misschien toch wel op een aantal vlakken. Of de leerkracht kan een lesactiviteit organiseren waarbij leerlingen zelfstandig ontdekken dat er universele waarden zijn. Ze spelen bijvoorbeeld een waardespel waarbij ze een lijst krijgen met verschillende waarden. En de opdracht is dan om eerst individueel een rangorde te maken van wat zijn mijn vijf belangrijkste waarden. Dan per twee en dan per groep. Dan vergelijken de groepjes hun antwoorden. En waarschijnlijk zien ze dat ze vaak op dezelfde waarden uitkomen. Dus dat er misschien wel waarden zijn die universeel zijn. Of een andere werkvorm is uh, moreel beraad, waarbij de klas een moreel dilemma bespreekt dat voortkomt uit het leven van een van de leerlingen. En daarbij uh, zoeken ze dan naar wat hun eigen individuele antwoord zou zijn, wat de waarden en principes zijn die eronder liggen. En dan merken ze waarschijnlijk dat er vaak gelijkaardige waarden en principes zijn ten grondslag ligt. Zelfs als ze tot tegenstrijdige antwoorden komen, dan kan dat toch nog vanuit gelijke waarden zijn, zoals bijvoorbeeld vrijheid. Een vijfde strategie bestaat in het analyseren van een argumentatie voor het relativisme. Dus in de klas gaat de leraar samen met de leerlingen relativistische uitspraken analyseren. Bijvoorbeeld de uitspraak, abortus kan fout zijn voor mij, maar juist voor jou. Wat bedoelen de leerlingen daarmee als ze dat zeggen? Een van de interpretaties kan zijn, het is juist voor jou, want jij bent in levensgevaar en ik niet. Dat heeft dan eigenlijk te maken met de omstandigheden. Of het kan een uitdrukking zijn van, eigenlijk is ons oordeel over de moraliteit van abortus verschillend. In dat geval zie je dat die interpretaties te verzoenen zijn met het moreel objectivisme. Het kan ook een uitdrukking zijn van, ik vind abortus wel een foute handeling, maar ik zal iemand die voor abortus is niet moreel veroordelen. Ik maak een onderscheid tussen foute handeling en iemand laakbaar vinden die een bepaalde handeling stelt. Ook die interpretatie is nog te verzoenen met het moreel objectivisme. Er is eigenlijk maar één soort interpretatie die niet te verzoenen is met het moreel objectivisme en dat is de interpretatie dat abortus in dezelfde omstandigheden tegelijk fout en juist kan zijn. Dat is een relativistische visie. Een andere manier om de argumentatie van leerlingen te analyseren, dat is vragen om de impliciete argumentatie van de leerlingen voor het relativisme te reconstrueren. De leerkracht gaat dan die impliciete argumentatie bevragen, zal bijvoorbeeld zien dat leerlingen een uh, relativistische houding verdedigen vanuit het respect voor anderen. Leerlingen denken bijvoorbeeld dat respect voor anderen impliceert dat we niet ingaan tegen hun mening, dat we niet in discussie gaan over hun mening. De leerkracht kan dat in vraag stellen en kan voorbeelden geven van Personen die wel respect hebben voor elkaar, maar toch elkaars mening proberen uit te dagen en bevragen. Bijvoorbeeld uh, ouders en kinderen onder elkaar, vrienden onder elkaar of uh, Socrates en de dialogen van Plato. Een zesde strategie is inspelen op de weerstand die leerlingen misschien hebben tegen ethiek. De leerkracht kan dan uitleggen wat ethiek precies is. Sommige leerlingen denken dat ethiek bestaat in uh, het opleggen van morele regels aan anderen. Anderen zeggen hoe ze moeten handelen. De leerkracht kan dan uitleggen dat ethiek eigenlijk met de reden zoeken is naar argumenten voor welke handelingen goed zijn of niet goed zijn. En dat daarover discussie kan bestaan. Dat het ook niet de bedoeling is van ethici om bepaalde ethische oneenigheid te beslechten. Een leerkracht kan ook uitleggen wat morele regels niet zijn of wel zijn. Denk eraan dat leerlingen een weerstand voelen tegen een autoriteit die kan uitgaan van morele regels. De leerkracht kan uitleggen dat morele regels eigenlijk overeenkomsten, conventies zijn en dat die voor verandering vatbaar zijn, dat daar een aspect van vrijheid mee gemoeid is. De leerkracht kan de leerlingen ook in contact brengen met ethische theorieën die gericht zijn op uh, zelfontplooiing. Bijvoorbeeld deugdethische theorieën, libertarische theorieën die de nadruk leggen op vrijheid of op mensenrechten um, of existentialistische filosofieën. Een bezwaar tegen die strategie kan zijn dat leerlingen hiermee niet leren hoe ze precies met relativisme moeten omgaan. Een zevende strategie is dat de leerkracht probeert om het preconcept dat leerlingen over kennis hebben te transformeren. Als je een preconcept wil transformeren, moet je eigenlijk eerst het preconcept van de leerlingen proberen te achterhalen. En dat kan door vragen te stellen. De leerkracht kan bijvoorbeeld vragen wat volgens de leerlingen goede voorbeelden zijn van zekere kennis. Of de leerkracht kan zelf een lijst geven met uh, mogelijke voorbeelden van kennis verkregen door observatie of herinnering of getuigenis of een deductief of inductief geldige redenering, bijvoorbeeld het kleur haar van je buurvrouw of de temperatuur van het weer gisteren of 2 plus 2 is 4. En dan wordt er gevraagd wat volgens hen echte kennis is en hoe ze denken dat je tot die kennis komt. Op basis daarvan wordt het preconcept dan geanalyseerd en waarschijnlijk komen leraar en leerling dan uit op de opvatting dat kennis zeker is. Dat volgens leerlingen kennis eigenlijk maar kennis is als die zeker is. De leerkracht wijst dan op een consequentie. Als je ervan uitgaat dat kennis onbetwijfelbaar moet zijn, dan kunnen we eigenlijk bijna niets meer kennen, want er is bijna niets dat we onbetwijfelbaar zeker weten. Waarschijnlijk zullen de leerlingen zo ontevreden zijn over hun preconcept over kennis dat kennis zeker is, en die ontevredenheid is eigenlijk nodig om te kunnen komen tot een transformatie van het preconcept, om te kunnen komen tot een conceptuele verandering. Je kan dan als leerkracht met de leerlingen een nieuw concept over kennis uitwerken. Je kan bijvoorbeeld wijzen op het feit dat er verschillende graden van zekerheid zijn. Het ene is minder zeker dan het ander. Het feit dat de medeleerlingen in leven zijn, is veel zekerder dan het feit dat de kat die vorige week vermist is, nog in leven is. En van daaruit kan je een concept uitwerken, bijvoorbeeld van kennis als een gerechtvaardigde, ware mening. Leerlingen zullen zo'n conceptuele verandering pas aanvaarden als ze er ook affectief vrede mee vinden. En dat kan hier bijvoorbeeld door erop te wijzen dat als je je handelingen laat leiden door meningen die gerechtvaardigd zijn, die waarschijnlijk beter zijn dan andere meningen, dat je eigenlijk meer vanuit vrijheid kan handelen. Een achtste en voorlaatste strategie bestaat erin om het begrip tolerantie te bespreken. Je kan daarbij vertrekken vanuit verschillende voorbeelden racistische uitspraken. Moet je daar tolerant tegenover staan? Of als een vriendin zegt dat ze maandelijks het vliegtuig neemt naar Barcelona om daar te gaan feesten en dat ze zich niets aantrekt van de klimaatopwarming, moet je daar tolerant tegenover staan? Je bespreekt die voorbeelden en je kijkt wanneer een houding van tolerantie gepast is en wanneer dat minder gepast is. En welke argumenten er zijn om een houding van tolerantie wel of niet te praktiseren met betrekking tot een bepaalde opvatting. Zo komen leerlingen tot een kritischer begrip van wat een tolerante attitude is. Waarschijnlijk komen ze tot het inzicht dat je eigenlijk uh, altijd moet nadenken over een bepaalde opvatting voor je er tolerant tegenover kan staan. Het is eigenlijk goed om met een persoon in discussie te gaan om te weten of je tolerant staat ten opzichte van een bepaalde attitude. Ze komen waarschijnlijk tot het inzicht dat een tolerante attitude ten opzichte van verwerpelijke ideeën misschien niet zo gepast is. En ze komen misschien ook tot het inzicht dat um, een tolerante attitude ook nog kan inhouden dat je met iemand in discussie gaat. Dat dat misschien zelfs nodig is om inzicht te krijgen in de argumenten die iemand heeft. Misschien komen ze ook tot het inzicht dat een soort... Algemene tolerante attitude van ik ben tolerant voor alles, dat dat eigenlijk ook niet kan, omdat tolerantie altijd gebonden is aan tolerant ten opzichte van een bepaalde opvatting. Waarschijnlijk zien ze ook in dat tolerantie niet noodzakelijk relativisme veronderstelt. Je kan tolerant zijn en tegelijk het universalisme verdedigen, de stelling verdedigen dat waarheid absoluut is. En omgekeerd leidt relativisme niet noodzakelijk tot tolerantie. Iemand kan zeggen van ja, dat is juist voor mij, maar het is niet juist voor jou en ik sta niet tolerant ten opzichte van jou. Of iemand kan vanuit een relativisme misschien seksistische of racistische discriminerende gedachten verdedigen, zoals uh, vrouwen hebben te gehoorzamen, uh, mannen mogen domineren. Dus dat leidt niet tot tolerantie, dergelijk relativisme. Ten slotte kan je als leerkracht ook de metadisciplinaire doelen van je filosofielessen expliciteren. Stel dat je de lessenreeks traditioneel opstelt vanuit een overzicht van verschillende filosofische standpunten, argumenten voor en tegen. Dan zou je kunnen afsluiten met een reflectie over de vraag of filosofie nu waarheid bereikt heeft. Filosofie kan je zien als een zoektocht naar waarheid. Als we nu op het einde van de les kijken, vinden we dan dat we dichter bij de waarheid gekomen zijn. En je zou dan ook een bespreking kunnen geven van de verschillende visies over waarheid en een bespreking van het relativisme en scepticisme. Je legt de leerlingen dan uit dat de structuur van de lessen met die opeenvolging van verschillende standpunten niet impliceert dat al die standpunten fout zijn of dat niet het ene standpunt beter kan zijn dan het andere standpunt. Tot slot wil ik jullie veel succes wensen bij het uh, toepassen van strategieën om met relativistische uitspraken in de klas om te gaan. Als jullie zelf relativistische uitspraken bij de leerlingen opmerken, als jullie strategieën die ik heb voorgesteld uitproberen en merken dat ze werken of niet werken, of als je een eigen strategie ontwikkelt, dan mag je mij daarover contacteren. Bedankt voor het luisteren. Deze video werd gefinancierd door de Europese Unie, het Voorsprongfonds van de KU Leuven en de Vlaamse overheid. En hier zie je mijn referentielijst, de gebruikte bronnen.